Thank you.
Heel goedenavond, beste mensen. Ik begroet jullie hartelijk en nodig jullie uit op onze huidige webinar van Unitsky String Technology vandaag op 27 juli. Geachte beleggers, om te voldoen aan het beginsel van de transparantie van het ITHUID en het project, publiceert een stringtechnologiebedrijf, Unitsky String Technology, een jaarlijkse controle van zijn financiële staten. Onlangs heeft de FBDO, LCC en financiële staten van String Technologies gecontroleerd, overeenkomstig de internationale normen voor financiële verslaglegging. De accountant heeft vastgesteld dat de jaarrekening van alle materiële opzichten een getrouw beeld geeft van de financiële positie van de vennootschap per 21 december 2021. En van haar financiële prestaties en dromen voor de eindigt december tot en met 2021. In overeenstemming met internationaal financial reporting standards. Beste collega's, volgens een nieuw artikel van het projectbureau voor het Midden-Oosten wordt in Afrika in alle opzichten heter. De test- en certificeringscentrum van String Transport werd onlangs bezocht door Dr. Charles Quatering Asafo en zijn vrouw Evelyn Yagufuma. Dr. Asafo is de directeur, algemeen directeur van de Yves Asa Company Limited en de Ghanese ondersteuning en distributie van infrastructuurdiensten. De delegatieleden werden geïnformeerd over de gecertificeerde tropische module die ontworpen is door streken met een maximale bedrijfstemperatuur tot 55 graden en maakt er in de rietje, die hebben de rietje gemaakt waarbij ze aangenaam onder een indruk waren van een hoge comfortniveau. In de controlekamer maakten de gasten kennis met de software in enkele persoon in staat stelt en de groot aantal machines in de stringlijn tegelijk te bieden. Ze leerden ook over de zuinigheid, de vriendelijkheid en natuurlijk de veiligheid van onze elektrische hoge snelheidsvoertuig op stalen wielen. Die onder de indruk zijn de bezoekers prezen het comfortabele VIP-interieur van de vlaggenschip. In hetzelfde effect, bijeenkomst eindigde met een positieve noot, waarbij de genodigden dankt uitspraken voor de interessante rondleiding en hun hoop heeft gegeven voor de toekomstige ontwikkeling van de stringvervoertechnologie op het Afrikaanse continent. Het project blijft de samenwerking met onderwijsstelling ontwikkelen en de steun actief de aspiraties voor de jonge talenten die kennis op het gebied van moderne technologie willen maken, zoals wij al eerder berichten hebben die stringspecialisten en met veel plezier hun ervaring gedeeld met de studenten van de Universiteit van Carthago, dat is in Republiek Tunesië, en het college van Schone Kunsten en Design van University in Sharjah. Volgens een recent verslag van de afdeling van Midden-Oosten werd de tour deze keer georganiseerd door de Jonge Bukwaru Foundation, die zijn gratis lidmaatschap kregen van de Sharjah Open Innovation Lab. En meer dan 30 jonge presenteerden die hebben bewezen de unanimiteit op zijn wetenschap, technologie en de talrijke wereldwijde regionale prijzen hebben gewonnen in het gebied van robotica en codering. Die hebben bezocht in UNU Centrum voor de in de Sharjah technologie. De bezoekers maakten kennis met het kantoor van het bedrijf en een milieuvriendelijk en duurzaam groen ecohouse die ontworpen is voor wooncluster's in de Linear City concept.
De jongeren toonden oprechte belangstelling voor de concepten, stelden veel vragen en supersnelle module met 6 zitplaatsen, een proefrit in veilig en gecertificeerd tropisch voertuig overtuigden de bezoekers van het comfort, betrouwbaarheid en milieuvriendelijkheid. Beste collega's, het project nadruk liggen op het interactie met de onderwijsinstellingen die steeds meer in gang komen. Deze keer werd dankzij Sharjah Resource Technology Innovation Park een opwindende excursie georganiseerd voor studenten van de Pandit Dandale Energy University in India onder de leiding van Dr. Pravin Kodirge, de universitair hoofddocent, Department of Chemical Engineering, School of Technology and the University in India. Dr. Kodirge is een van de oprichters van het centrum en onderzoek van, naar de biobrandstoffen en de bio-energie. De genodigde die waren heel enthousiast in een vlag. Ultrasnelle module van het bedrijf bestokte de projectvertegenwoordiger met de vraag over veel over de ontwerpkenmerken van de halfstijve spoorstructuur en besteedde bijzondere aandacht aan het toekomstige Linear City model. Het is een concept van de bouw en inhoud, milieuvriendelijke neerzetting met ontwikkeling, een openbaar vervoer, en groene energie en natuurlijk hoogontwikkelde economie. Het project bedankte voor een kans om jongeren het unieke potentieel van de stringtransport en infrastructuurtechnologie te laten zien. Geachte heren, geachte investeerders van de RSVS, zijn allen voorstander van een innoverend project en het zal u niet verbazen dat hun al kan worden uitgevoerd met behulp van dezelfde methoden die makers ervan vaak moeten uitvinden. Het technologiebedrijf heeft onlangs een alternatieve verankeringsmethode voor touw getest, die als alternatieve verankeringsmethode innovatief kan worden, omgeschreven worden. De testcyclus begon in alle productiefaciliteit. Het idee behoort aan de algemene ontwikkeling en het project. De einde met de snarrail, de verankeringsteunen, die worden vastgezet met een speciaal apparaat. Die spanning zorgt. Het idee deze inrichting de rail en transport erop houdt, gewoonlijk voort in de spaangang gebruikt om de dragende elementen van de bruggen, kabelbanen en de gelijke constructies vast te zetten. Die af van de spanning laat echter niet altijd noodzakelijke montage van het verankeringseenheid toe. Die bracht ons op het idee om een enige verankeringsmethode te ontwikkelen waarmee de positie van de touwen en verankeringseenheid naar het gewenste onderwerp kan worden gevormd. De algemene ontwerper van het bedrijf, het uitvinder en de staalkabel, heeft een speciale spoorstructuur en een speciale claim vastgezet. Deze methode zal de metaalintensiteit van de verankeringsconstructie verminderen en bijgevoegd voor de kostendrukken van de installatie van de constructie te vereenvoudigen. Ingenieurs zullen een reeks gelijksoortige bevestigingen in innovatieve verankeringsmethoden bij de worden toegepast bij de bouw en bij de ankeringen en de transportinfrastructuurcomplexen in Sharjah. Beste collega's, we weten allemaal, de passagiers in het openbaar vervoer rijden totale uitputting, die zogenaamde reismoeheid is genoemd, met bijbehorende attributen.
zoals energieverlies, chronische vermoeidheid, slechte stemmingen zonder enige reden. Zoals jullie weten, kan een minder dan half uur die ondergrondse blijven zonder de gezondheid ter schade te ondervinden. Nadelige gezondheidseffecten zijn onder meer extreem lawaai, sterke elektromagnetische velden, claustrofobie en overmatige drukte van de besloten ondergrondse ruimte. Volgens een nieuw document van de ontwikkelaar van de stringtransport en een nieuwe studie over de geluidsniveau in het vervoerssysteem in New York hebben onderzoek in Mailman School of Public Health van Columbia University, die hebben ontdekt dat ondergrondse geluidsniveau die door de Wereldgezondheidsorganisatie in het US Environmental Protection Agency aanbevolen niveau kunnen overschrijden. Volgens de studie kan er de blootstelling van de slechtste 30 minuten per dag aan het lawaai gemeten in het openbaar vervoer, de New York City, die leiden tot geheugenverlies, weet ik veel, die varieerden die potentiële giftige stoffen naar de gelang van de bron van de plaats. De privéauto is ook niet bevorderlijk voor de reiscomfort, omdat hij vast komt zitten in de verkeer, tot gevolg van inclusieve noodzaak van de situatie op de weg, te intensief te analyseren om veilig te kunnen rijden. Reismuheid wordt ook veroorzaakt door de menselijke fysiologie. Die vestibulaire systeem kan niet tegen de veelvuldige remmen en optrekken, trillingen, schokken en lawaai. Bovendien hangt de vermoeidheid van de passagiers niet alleen af van de trillingsmodi van de carrosserie, maar ook in de duur van de invloed van de dergelijke versnellingen. Die zijn de onze parameters, die verbeterde vlakheid van de stijfheid van de spoor, ontwerpen aan die dynamische onofeven niet meer dan 10 mm in de overeenspanning van 50 meter in de lang, zachte viering, statische beweging niet minder dan 300 mm, een lage geluidsniveau niet meer dan 50 decibel in beweging, soepele acceleratie en de afremming van de rollend materiaal tussen 0,2 in 2 seconden door afwezigheid van de verkeersobstakels en de verkeersstoppingen, kruispunten, verkeerslichten, voetgangersklassen en zones van de lage snelheid. Beste gelijkstemden, de ontwikkelaar van de stringtechnologie heeft artikel gepubliceerd wanneer de huidige stand van de zaken van Ecotechnopark wordt beschreven en meer bepaalt de baanstructuur van de soorten die aanwezig zijn. Die stringtransport is een sleutelelement van de snaarvervoer en de infrastructuurcomplex. Dankzij het ontwerp wordt het rollend materiaal niet bedreigd door de verkeersontstoppingen en ongevallen en neemt de snaarweg geen grote oppervlakken in beslag. Er zijn verschillende soorten spoorstructuren. Ze worden allemaal voorgesteld op het grondgebied van Ecotechnopark in Wit-Rusland en hebben elke hun eigen kenmerken. Maar wezen in de stringtransportbalk lichtgevicht, robuust, duurzaam en transportviaduct. Indien nodig biedt de spoorstructuur plaats en glazenwissel, communicatieleiding, elektriciteitsleidingen en productieleidingen. De structuur is gebaseerd op de voorgespannen koorden tussen de twee massieve verankerde steunen. Die zijn ook zo gespannen. Daartussen worden de rails ondersteund door de lichtgewicht tussensteun. De verankerde steunen kunnen gebouwen zijn in de combinatie met de stations, winkelcentra's, woon- en industriegebouwen. De steunen kunnen ook worden gebruikt in de in zone en de energiecentrales. Ecotechnopark beschikt over
5 verschillende rail- en snaarrailschragen. Flexibel, superlicht, stijf, halfstijf en gespecialiseerd van vrachtvervoer. De grote balansstelling van Rwanda Development Board voor Innovative String Transport en Infrastructuurtechnologie maakte een bezoek van de projectvertegenwoordigers aan Kigali, dat is een hoofdstad van Rwanda, die mogelijk maakt de ontmoeting van minister van Infrastructuur, Dr. Ernest Zamimba, zijn vice-burgemeester van de urbanisatie en infrastructuur van Kigali, die algemeen directeur in Innovation City met zijn vrouw. Leden van de delegatie stelden opties voor de personen, projecten en personen, oproepingsprojecten en nodigden ingenieurs op met specialisten uit Rwanda in Sharjah om te bezoeken om meer over onze technologie te weten te komen. Bij de besprekingen werd de voorrang gegeven aan het potentieel van stringtransport tussen Kigali en de luchthaven, die in aanbouw is momenteel. Deze route zou de passagiers in staat kunnen stellen bestemmingen snel, veilig en natuurlijk comfortabel te bereiken. Er zijn ook enkele opties overwogen voor de aanleg van de openbaar vervoer in Kigali. Rwanda is zich daarbij bewust van de belangrijkste voordelen van de stringtransport, de financiële efficiëntie, milieuvriendelijkheid, toepasbaarheid in de heuvelachtig terrein en aanpasbaarheid aan de plaatselijke sociale omstandigheden. Die zijn de kenmerken van de technologische planningen in het openbaar vervoerssysteem. De Rwandese ambtenaren hebben de belangstelling getoond voor de aanleg van de spoortrajecten en die hebben tenminste in de eerste stappen aangegeven voor de uitvoering van de voorgestelde projecten. Beste vrienden, we hebben uw informatie verstrekt van de dochteronderneming in het Midden-Oosten van de ontwikkelaar van de stringtechnologie over projecten in Rwanda. En vandaag wordt deze informatie aangevuld met de verslag van de moedermaatschappij over de moeilijkheden die stringtransport en infrastructuurcomplex te uitbreiden in Lesotho en toe te passen. Dit werd voorafgegaan door de deelname van de onderneming aan de internationale forum Rwanda 2022 in Kigali. Lesotho heeft eveneens belangstelling voor de stringtechnologie, aangezien de vervoersproblemen niet minder acuut zijn dan in Rwanda. Het land ligt op het hoogte van 1400 meter boven de zeespiegel. Het is erg duur en moeilijk om internationale vervoersverbindingen aan te leggen. Staalvervoer kan het betaalbaar en efficiënt alternatief worden, omdat de potentiële elvaar heel groot in de regio met moeilijk begangbaar terrein is. De spoorstructuur vereist niet in aanleg het aldus de bruggen, knooppunten, duikers en andere kunstwerken. Door de grote overspanningen tussen de steunpunten die boven de 2000 meter hoog liggen, kan dit draagspoordok over diverse hindernissen worden gelegd. Tijdens de ontmoeting met de eerste minister van de Lesotho, heer Mokesti Mayoro, werd in gebruik van, gemaakt van de snel traanvervoer in de hoofdstad Maseru besproken. Overigens had de koning Letsi de derde, die Afrikaanse natie, eerder een bezoek gebracht aan de demonstratie van het testcentrum in de Arabische Emiraten. Beste RSW-systeemabonnees, hier is meer belangrijk nieuws van de Sharjah Taak- en Projectsysteem. Zoals u waarschijnlijk weet, de installatie van de spoorstructuur, de constructiefase wanneer de string- en rail-spoorstructuur wordt gecreëerd, is praktisch tot
einde gebracht. En elk element van de schraag moet in een strik vastgesteld dat een tijdstip in strikte volgorde worden geïnstalleerd. Die halfstijve rijstructuur is opgebouwd en een groot aantal componenten die elk van specifieke functie vervullen, die compositiebehuizing vormen en stijve maar lichte bescherming van het snaren tegen de omgevings- en andere externe invloedingen die snaren zelf dragen, die de nodige belasting, terwijl het aluminiumprofiel het mogelijk maakt de elektrische stromen over de lange afstanden met minimale verlies over te brengen. Al deze onderdelen vormen samen met de sportviaduct om ervoor te zorgen dat elementen van sportstructuur collectief functioneert, moeten alle fasen van de bouwtechniek in acht worden genomen. Die afwijkingsmethode zorgt echt ook voor de snaren in het stadium van de constructie voorzichtig worden behandeld. Dankzij de goed georganiseerde werk van verschillende machines en ijstrusting kon de insorting voor de voorkomende benodigde tijd worden verkort. Laten wij een korte video van dit proces bekijken hoe dat marcheert. Tot binnenkort. De Engelse publicatie Railway Technology heeft een artikel gepubliceerd waarin efficiënte stringtransportoplossingen voor de personenvervoer worden belicht. Een test in spoorstructuur infrastructuurcomplexen in schraak onderwerp worden belicht. Ze kunnen op een aantal gebieden worden gebruikt. Deze omvatten stedelijk en interlokaal passagiervervoer om bemande elektrische voertuigen op stalen willen die zich voortbewegen met de snelheid tot 150 km per uur, zijn in staat efficiënt personenvervoer te verzorgen tot 50.000 personen per uur te verplaatsen. De kenmerken van de stringtechnologie kan het mogelijk maken voor het vervoer dat maximale aantal passagiers tegen de minimale kosten te organiseren. Voertuigen kunnen de verschillende capaciteiten hebben. Het rondmateriaal kan worden gecombineerd tot de trein met meerdere voertuigen. Het aantal elektrische sportvoertuigen en koppelingen hangt af van de dichtheid van de reizigverkeer. De stringtransport en infrastructuurcomplexen kunnen worden gebruikt als verbinding tussen de grootstedelijke en voorstedelijke gebieden. Steden kunnen ook worden verbonden met de luchthavens, zeehavens en grote spoorwegstations. De oplossing is ook staat en efficiënte transportverbinding tussen de steden in stand te brengen. De voordelen van de stringtransport in infrastructuurcomplexen zijn eerst en vooral veiligheid, toegankelijkheid, hoge snelheid, milieuvriendelijkheid en aanpassingsvermogen. Stringtransport en infrastructuurcomplexen kunnen worden gebouwd in de gebieden met moeilijk begaanbaar terrein, in de regio's met moeilijke natuurlijke klimatologische omstandigheden. De mogelijkheid om snarrail met elektriciteitsleidingen en vonkwijken industrieterrein maakt deze oplossing flexibel
en haartoepassing. Alle bovengenoemde voordelen maken het mogelijk de infrastructuursystemen van de snaartype zoveel mogelijk te voldoen aan het eisen die vandaag aan de dag personenvervoer worden gesteld. Beste mensen, met gelijkstemde, ik deel met jullie nog een stukje goed nieuws uit Sharjah over de voordelen van de stringstransport ten opzichte van zijn concurrenten. Het milieupotentieel ervan is veel groter, in welk bestaand en vervoerssysteem ook. Het is vele malen milieuvriendelijker, comfortabeler, economischer en veiliger dan alle bekende vervoerswijzen. Dankzij de volgende voordelen: geen uitstoot en broeikasgassen en giftige stoken, laag verbruik van voedselbronnen en energie aan alle stadia van de complexe levenscyclus. Het spoorwegenviaduct verstoot aan de relief en biogas, geosezone en de biodiversiteit van de aangegrensde natuurgebieden niet. De spoorviaduct vernietigt geen vruchtbare bodem en de vegetatie het kort door belemmert met de beweging van de grond en de oppervlakte van water. De beweging, van de mensen, huisdieren, wilde dieren, door de concepten van de ziek boven de grond, de verheffende spoor te kunnen, verkeersstoppingen en ongelukken worden vergeten. In een onsporingsbeveiligingssysteem verhoogt de veiligheid op het ontkende wijze door het schakelen op het duurzaam stringtransport vervoerssysteem zou jaarlijks 31 miljard ton brandstof kunnen worden bespaard op het 25 miljoen kilometer hoge snelheidswegen. Om de hoeveelheid van de brandstof te verbranden zou 106 miljard ton extra zuurstof uit de atmosfeer genomen worden. Dat is genoeg om een 67 miljard mensen te laten ademen tegelijkertijd. Dus jullie kunnen voorstellen over welke besparingen spreken wij momenteel. Toepassingsgebied in stringtransport, infrastructuurcomplexen, ontwikkeling van de onderontwikkelde en moeilijke toegankelijke gebieden, tot standbreding van de uniforme netwerk en verhoogde goederen, en de reizigers en de hoge snelheidstype transport. Dat is de bedoeling waarom wij proberen ons door te zetten en we bouwen constant in verschillende landen. Ontwikkeling van de vernieuwde industrieën en productie van de snarrailvervoer, de viaducten, roodmateriaal, metallurgie, chemische, petrochemische en de radio-elektronische industrie, machinenbouw enzovoort. Kwalitatieve verandering van de economische structuur, groei van het BBP van het land en de regio, schik van de nieuwe banen in bijna alle gebieden. Wij zijn, dames en heren, zelf verheugd nog een interessant bericht aan de Verenigde Arabische Emiraten met jullie te delen. United Vehicle Robotics, de ontwikkelaar van de stringtechnologie, demonstreerde zijn volledig autonome, op het helikopters gebaseerde vrachtdrones met een luchtruim boven Ras Al Khaimah. De medewerkers van de chargevestiging aan het project evalueerden als eerste een potentiële voordelen van het gebruik van deze drone door de aanleg daar op volgende exploitatie en de sneltrajecten in het moeilijk bereikbare gebieden. De UVR-drone met een groot hefmogen kunnen de grotere ladingen vervoeren en gedurende de lange periode in de lucht blijven. Die kunnen het is indrukwekkende resultaten tussen 200 tot 2000 kilogram, dus 2 ton, worden beschouwd als ultra hoog onder de civiele drones. De scala van de toepassing voor de UVR-drones binnen de snarentransport kan omvatten levering van bouwmaterialen bij de aanleg van de snarparade, die ontwikkelingen plaatsen
zo ontoegankelijke plaatsen zoals bergen, bossen, wildtalans en waterhindernissen. Ik heb ook een klein video voorbereid hoe deze machines werken. Laat ons eventjes te bekijken, alstublieft. Zo, wij doen ons verder. Dit eco-woningsproject met een systeem van en hernieuwbare energie is ontworpen voor de nieuwe type wooncluster, verbonden door de sneltransportnetwerken in het concept van groene stad, groene energie en natuurlijk hoogontwikkelde economie. Het wordt momenteel geïmplementeerd en gedemonstreerd als een werkend model met 5 operationele sporen in het test- en serviceringscentrum van Sharjah. Een eco-house is ontworpen om nul impact op milieu te hebben en de menselijke gezondheid te beschermen. Het is een ideale plaats om milieu, mensenvriendelijke microklimaat te scheppen en ook optimale vochtigheid en luchtkwaliteit te bezorgen. Het huis van onafhankelijk ecosysteem dat zijn bewoners niet alleen voorzien dat elektriciteit en verwarming, het koeling, maar ook een zelfgewekt biologisch voedsel. Dat kan op het dak van het huis in de hoogtechnologische serre geschikt worden. Kweken van de fruit en groenten een hele jaar door met behulp van speciaal gecreëerde vruchtbare grond, die humus noemt, dergelijke kansen. Zullen die de landbouw ingrijpen veranderen in de belangrijkste stap vormen in de richting van de oplossing van de problemen van de energietekort. Praktisch gezien is het ecoproject reeds gerealiseerd in de vorm van stringhuis en ecohuis in Sharjah. Het is enige in de Arabische Emiraten die volledig uit hout is opgetrokken. De stringtechnologie-divisie van het gevestigde ontwikkelaar heeft een presentatie gegeven waar zijn passagiers vervoerd waar een gemakkelijke en stedelijke omgeving kan worden geïntegreerd in een aantal belangrijke voordelen. Heeft verhoogde veiligheid van de hoge snelheidsvervoer doordat de rollend materiaal hoog boven de grond wordt verplaatst. Minimale ruimte in de beslag wordt genomen door de bovenkruisingen van de snarrail die gemakkelijk kan worden aangepast aan elke logistieke taak, lagere bouw- en exploitatiekosten in vergelijking met andere soorten van bovenkruisingen en ondergrondse metro's. Die eerste stedelijke route is reeds in gebruik genomen in Sharjah. Het is volledig gecertificeerd en omvat de volgende elementen: onderhoudsstation voor de schakelbord, serverruimte, werkplaats, reizigestations, 2 tussenstuimpunten, 2 ankerstuimpunten gecombineerd met stations, flexibele bordinfrastructuur, reizigersmateriaal, elektrisch voertuigen en stalen wielen. Dit is echt interessant. Ik kan natuurlijk verder aan jullie vertellen, maar is best natuurlijk een video te bekijken hoe ons systeem in de werkelijkheid marcheert.
Ik heb nog meer nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Dames en heren, Dr. Lawson Bagus, de African Railways Development Organization. Dat is een spoorwegingenieur, opleider en docent in Londen beoordeeld. Het is stringtransport en infrastructuurtechnologie in Sharjah met een professionele oog. Aldus, de Middle East String Transport Company. Tijdens zijn bezoek zag de Engelse deskundige en innovatieve volledig gecertificeerde tropische module van buiten boord containerschip in het staal en wielvoertuig en de superhoge snelheid aan de gedetailleerde blik op het productie en het exploitatie van de passagiers en goederenmateriaal. Als deskundige op zijn gebied, Dr. Lawson Bagus actief betrokken bij de Afrikaanse Unie, die tijdens de ontwikkeling van meer dan 60.000 kilometer spoorweginfrastructuur op het Afrikaanse continent om belangrijkste steden in Afrika verbonden met beide continenten, noord naar zuid en oost naar west, wordt gekruist. In dit stadium wordt een traject van 12.000 kilometer opgewogen dat naar verwachting in 2026 zal voltooid zijn. Beste vrienden, met genoegen delen we met een verslag van de afdeling van Midden-Oosten van de String Transport Developer en delegatie van Frauscher Sensor Technology, een toonaangevend bedrijf in de spoorwegindustrie met projecten in meer dan 140 landen op het continent en alle testen en certificeringscentrum in Sharjah deelgenomen. De delegatie bestond uit topmanagers uit de hele wereld. De bezoekers hebben in de lijnmodel van de stad gezien en presentatie van de stringtechnologie in de grote vermogen van de bovenleidingen die demonstreert in het hart van string rail infrastructuur die de kenmerken van de flexibele stringen en in contact met de rail en de rolwieling aanzienlijk verbindert, waardoor de energieverbruik tijdens de reis op het moment wordt beperkt, geïnspireerd op het proefrit met bespannen rollend materiaal, waren de gasten, de vertegenwoordigers van de technologieontwikkelaar, dankbaar voor de fascinerende rondleiding door het centrum, waarbij de belangstelling uitspraken voor een nauwe samenwerking in de toekomst. Op het professionele en sociale netwerk van de ontwikkelaar van de stringtechnologie is een video verschenen waarop de vrachtwagens in de werking te zien. Een dergelijke vervoersinfrastructuurcomplex komt in best in recht in de moeilijke bereikbare en de afgelegen gebieden, bijvoorbeeld in de woestijn of in de bergen. De snaarweg bestand tegen de bare weeromstandigheden. De leveringsduur kan oplopen tot 100 jaar. Een ander voordeel van de volledige trajectiecontrole en de ononderbroken werking van de klok rond. Geautomatiseerde controlesystemen, verhoogde type van spoorstructuur, voorkomende botsingen met vreemde voorwerpen en ongevallen. De toegankelijkheid van de snelheid van de goederenvervoer mogen niet over de hoofd worden gezien. Het complex in de staat tot 100 miljoen vraagt per jaar te vervoeren. Railway Technology en Britse mediakanaal plaatsten onlangs een artikel over de stringtransport, waarin de voordelen van zijn vrachtvervoersoplossingen werden uiteengezet. Waarom is de string freight transport een veel belovende trend in de sector? Strenge vervoers- en infrastructuursystemen bieden een aantal voordelen en graag is een materiaal intensief en duurzaam en hoeft geen regelmatig onderhoud. De levensduur van de spoorstructuur bedraagt tot 100 jaar. De weerstand van de snaartransport tegen de bare weeromstandigheden maakt het mogelijk de verschillende soorten goederen efficiënt te vervoeren in de regio's met moeilijke klimatologische en terreingesteldheden om gebieden. De levering van de goederen is het opmerkelijk door de toegankelijkheid en snelheid, aangezien de snelrail een kort mogelijke route volgt, waarbij de diverse obstakels worden omzeild. Het Amerikaans bedrijf Quadratix heeft op zijn
website aangekondigd dat de exclusieve distributievereenkomst heeft gesloten met ondernemingen die stringtransport in het Midden-Oosten ontwikkelt. Details van deze overeenkomst zijn momenteel niet bekend op de website van Quadratix. Staat echter dat het bedrijf nu aan de rechten heeft om de stringtransport in Saudi-Arabië te distribueren. Die samenwerking met Quadratix zou het vermogen van het project de technologie op het markt en brengen. Het aantal veel bevolende gerichte projecten kunnen toenemen. Quadratix Development is een Amerikaans bedrijf dat in bouw- en transportdiensten verleent in gebruikmaking van de lichtbeton en lichtstaal. Vandaag zijn de meeste projecten van Quadratix in Saudi-Arabië. Dames en heren, zoals beloofd, graag wil ik het belangrijkste punten van de laatste interview van Anatoly Junitsky met jullie delen. Hij heeft gezegd, de voorbije jaar was het een van de moeilijkste voor ons, omdat die coronavirus-epidemie in de lockdowns bleven aanhouden. We waren verbonden met een aantal leveranciers uit de tientallen landen, veel bedrijven die ons vroeger draad met een hoge sterkte in verschillende polymeren rondmateriaal van onze eindwieltjes hebben geleverd, hebben hun doren gesloten, zodat we waren op zoek naar de nieuwe leveranciers ergens. Dit betekende een force majeure voor ons bedrijf. En zelfs in deze zeer moeilijke tijd, wij zijn overleefd, veel sterker geworden. We zijn eigenlijk een middelgroot bedrijf. En veel middelgrote bedrijven zijn de faillissement uitgeroepen. Dat hebben wij niet gedaan. En wij blijven ons verder te ontwikkelen. Junitsky heeft gezegd dat de beloofd dat dit jaar contracten gaan kennen. We hebben dat beloftes gehouden. Ik kan zeggen dat nu in verschillende landen 4 verschillende contracten zijn getekend. We zullen die aankondigen als we in de ontwerpfase zijn. Dit jaar is veel belangrijk voor ons. Als we eigenlijk begonnen met het uitbetalen van ons werk. Alhoewel hebben we vroeger ook geld verdiend met ons projecten. Niet alleen met de stringtechnologie. We hebben een krachtige productiefaciliteit. En we krijgen een heel lang orders in het bedrijf van verschillende landen. Dat helpt natuurlijk om onze technologie te financieren. Wat is certificeringsmaterialen in onderdelen en transportsystemen getest? Dus alle zaken die niet alleen maken hebben met elektrische voertuigen, maar ook met de spoorstructuur. En de steunen, stroomvoorzieningen en de communicatie en de geautomatiseerde controlesysteem. We kennen alle deze vereisten en brengen in complex waarna dit complex wordt gecertificeerd. Nu wil ik heel heel kort over zeer licht polycarbonaat die uitgerust met een minimale hoeveelheid van energie van aanzienlijke besparingen mogelijk maakt. Die unieke voordelen van onze transport maakt het mogelijk te geïntegreerd gebruik te maken met geavanceerde verwonderheden in gebieden van elektrisch, snel en milieuvriendelijk vervoer. De versterking van onze posities in het Midden-Oosten is de belangrijkste tendans dit jaar die onze technologie is officieel gepresenteerd
als potentieel voor onze ontvindende infrastructuur. Met 21 stations en 15 kilometer. Deze gebeurtenis is breed uitgezonden in de media van de Emiraten. Nu, dames en heren, wil ik hen graag een goede samenvatting geven. Dus wat is eigenlijk onze transport die hele jaar door? Wij zijn samen met Skyworld project samen geholpen om ons verder te ontwikkelen. In Sharjah hebben we onze eerste glimp opgevangen in de nieuwe vrachttransport. In transport, dat zal helpen de commerciële ontwikkeling en de technologie in gang te brengen. Ook in de VAE. Op het moment een nieuwe testbaan in aanleg waar we de sneltransport op snelheid zullen zien. Dit jaar hebben we tientallen belangrijkste internationale media over de verwezenlijkingen en het project geschreven. De kranten kopen in CNN en The National zijn verschenen in de herfst van vorig jaar. Ging in Dubai eigenlijk het baanbrekend evenement van start internationale expo. Dankzij deze tentoonstelling hebben we met de politici vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit Europa, Zuid-Amerika en Afrika al kennis kunnen maken met het stringtransportproject. En natuurlijk, het belangrijkste, dames en heren, dankzij onze gezamenlijke inspanningen in het Skyworld-project, het afgelopen jaar is verder gegaan. We zijn allemaal in de stap dichterbij van de commerciële realisatie van ons project. Dit najaar zijn onze meest actieve partners persoonlijk bijgekomen om resultaten van onze project te evalueren. Ondanks zeer gespannen politieke op dit moment ondersteuners van de Skyworld community verder werken en thank you.